Vandaag ga ik een stukje van het Kromme Rijnpad lopen. Het Kromme Rijnpad loopt van Wijk bij Duurstede naar Utrecht Centrum. Maar vandaag loop ik tot Odijk. Ik weet van tevoren eigenlijk niet hoeveel kilometer er is, maar we gaan het zien. Het is in ieder geval een heel mooi pad. Nu de provinciale weg, de N229. Kijk uit het oogsteken en ga aan de overkant rechtsaf het fietspad op. Na zo'n 4,5 kilometer vanaf het beginpunt kom je aan in het dorpje Koten. Koten is een onderdeel van Wijk bij Duurstede. Hier staan hele leuke oude huizen, mooie bomen. Er is ook een kasteel, kasteel Reinestein, en dit kasteel werd al bewoond in 1303. En vanuit dit kasteel werden vele rooftochten ondernomen. Momenteel wordt het nog steeds bewoond. Het Kromme Rijnpad loopt eigenlijk rechtdoor. Je loopt dan over een weiland, vaak wel een beetje drassig, richting Werkhoven. Je hebt nu ongeveer 13 kilometer, terwijl de bussen terugnemen naar Wijk bij Duurstede. Hier eindigt voor mij vandaag het Kromme Rijnpad. Ik ben nu in Odijk. Je kunt hier het pad verder volgen naar Utrecht, maar ik ga terug met de bus naar Wijk bij Duurstede. Ik heb er nu 15 kilometer op zitten. Genoeg voor vandaag.